Het onderzoek naar PSA, prostaat-specifiek antigeen. Het eiwit dat wordt gemaakt door de prostaat moet niet onderschat worden. De Stichting Prostaatkanker Suriname, SPKS, wil dit daarom extra onder de aandacht brengen van mannen, zegt secretaris Frans Eersteling. De stichting blijft werken om zoveel mogelijk mannen te informeren over prostaatkanker. Er wordt een beetje bloed afgenomen en er is een bepaalde waarde gekoppeld. Niets ingewikkeld, dus 45 naar boven. Vraag je dokter om je PSA te checken. Voorkomen moeilijk te zeggen, maar je kan in elk geval er op tijd bij zijn. Net zoals vrouwen regelmatig een borstonderzoek laten doen of een uitstrijkje om te checken hoe het staat met de baarmoederhalskanker. Nou, precies zo kan je bij mannen ook, zeg maar regelmatig, vanaf je 45ste, zegt de wetenschap nu, je PSA laten checken. En dat geeft dan natuurlijk een waarde. Net als bij je suiker heb je een bepaalde waarde. Nou, daar. PSA heeft een bepaalde waarde en als die waarde te hoog is, dan moet er verder onderzocht worden. Het kan een ontsteking zijn, het hoeft niet direct kanker te zijn, maar dan moet het verder onderzocht worden. De informatie over PSA, prostaatspecifiek antigeen, wordt komende maandag 14 november gedeeld tijdens een lezing over prostaatkanker en erectiestoornissen. Speciale gast daarbij is neuroloog Gary Pichot. Daarna zal de neuroloog in 2023 colleges verzorgen aan medische studenten om meer bewustwording onder de jongeren te creëren over prostaatkanker.